Bint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goedemorgen, welkom bij Sport Bint van Vreed, zon november. Joet on tafel, Pieter Wening, hoe zien takkomst als hutfietser? Fries Dagblad-journalist Gerard Bos en sportauteur Wiep Itzinga, hoe zien nijste boek Brigadier Kodak neemt een foto. Met Merckx ging het niet te best. En die overtuiging gaf ook Kanya extra krachten. Ja, Wiep, die weer een Lietse blomlezing eigenlijk van die werk. Ja, mooi. Zoest dat een soort van romantisering van de sport nemen kennen? Ja, zeker wel, zeker wel. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. Maar een beetje ruimte voor romantisering is er zeker. Oké, nou, we zullen aanstek verder praten over die nijste boek, hè, maar iconische sportfoto's. Ja. Maar we beginnen vanzelf met Pieter Wening, want de hest van Koosje, hè, Pieter? Ja, het seizoen zit erop dit jaar. Dus ja, 6 maar 15 oktober die de laatste wedstrijd van dier. En ja, nu dat hij ook eigenlijk altijd in min of meer een maandje rustig hoort. Ja. Dus, ja. En de soest eigenlijk vriend week al te gast wezen, hè? Maar daar kwamen we even wat tussen. Ja. Heeft hij verslept? Ik heb hem verslept, ja. Ja, ik moest een vluchtje weer omhoog uit Spanje. Waar ik hier, Jonas van tevoren, hier gaven een mooi festival zien. En die op een gegeven moment, ik heb hem uiteindelijk niet verslept. Ik pak een telefoon uit de boezem waar en wie al te let. Dus ja, ik denk, ja. Maar met je vluchtboeken. Maar goed, jou het helemaal niks. Hartstikke mooi dat je er nou op bent. Want in het tweede seizoen bij Erica Greenhead zit er nou op. En ja, ik ga even zoeken. Wie dit nou eigenlijk niet beste seizoen bij de Australische ploeg? Ja, die won een heel goed seizoen natuurlijk. Ik pak 12 mooie overwinningen. Maar ik ken het echt steeds. Ja, vorig jaar was ik een heel goed seizoen. Ik win de ronde van Polen. En ik denk top 25 in de World Tour ranking. Dus dat was ook een heel goed jaar. Dus ja, dus dit hier de overwinnings binnen beter, die spreken meer rond. Dus ja, uiteindelijk zo dit hier zo langer bijblijven. Ja. Ja, vooral die etappes natuurlijk die je aan winnen in Italië, de ploegentijdrit. En ik, volgens mij wie de njogende etappe? Welke wie etappe wie het? Ja, njogende rit, ja. Zit er nog even een sjen, gewoon omdat het kan? De Australische ploeg Orica Greenedge met tweede van rechts Pieter Wening zet de snelste tijd van de dag neer. Gaat daarmee winnen. Twee man zijn overgebleven uit een kopgroep van 14 man. Wening nu langs zij. Ja, zoals gezegd, op dat Hellen is toch oppassen nu met die bocht. Wening is slim, komt net op tijd voorbij Malacarne. En hij gaat de rit winnen. Zijn tweede Giro-rit na Orvieto 2011. Hij is hier Sestola 2014. Friesland Boppen. Ja, Friesland, Bob van Zels. Gerard, is dat die vernieuwer eigenlijk? Het goede seizoen van Pieter? Nou, nee, want ik moest je vorige keer een keer zijn wat de verrassing van wat hoe het fitje wil zo. Oké, dan komt het ook niet gelijk weer even helling. Ja, nee, nou ja, jou is de voorzet, dan kap ik hem even in. Ja. Nee, maar Pieter is natuurlijk, hij heeft ook ervaring, hè. En hij weet goed wat hij kan. En ploeg weet wat hij kan, hoe ze hem op zijn juist hier benutten, maar op zijn kwaliteiten benutten. Maar. Dus ik denk dat hij een seizoen had werd. Waarvan hij altijd weet, van daar is mijn sterke punt, daar ken ik mijn Michel letten. Nou, en die momenten kiest er goed uit. Ja, het is gezegd heel belangrijk geweest in een klassieker als Luik Bastenaken Luik voor de sprinter, Gerrans. Die chinnende rol, hè? Leidt hij dat? Of was misschien wat brutaler geweest en excessen van jongens, nee, die meer van mijn eigen koersing in? Nou ja, dus, wie had, dat is ook wel het succes achter deze ploeg. We hadden al helemaal eigenlijk jongens, of een prutte jongens, die eigenlijk weten wat ze kennen. En dat iedereen gewoon eerlijk is naar iemand dat daar, dan wist gewoon van dit is onze man van jou, deze had de grootste kans naar wie je mij. En dan, nou ja, de jongen van Tsienik is altijd dezelfde, omdat die jongen gewoon een klasse beter is dan de meeste renners. Dus ja, dan, maar nee. Die Luik Bastenaken Luik trouwens, hè? De oerwinning van Gerrans. Ja. Nou ja, het is gewoon een klasse renner. En nou ja, als dit hier juist, ik hem in Canada, hak hem ik mij maken. Ja, dan rieden was ploeg ik geweldig. En, ja, het is gewoon met hem is het de laatste jaar liep het haast wel zeker niet als het hier mij naar de streep gaat en dit voor de overwinning dat het doormaken. Dus ja, ik bedoel, hoe is net boven te denken om dan niet in een zinnende rol te zetten. Daar kiest hij ook wel in fine dus? Ja. Ik zou sowieso van mezelf, ik zou zelf net altijd de kopman wijzen willen, zeg maar. Want
En dan werd het keer op keer van die verwachten. En nou ja, zat ik het nou en ik kan in de Giro en in orde koersen kan ik mijn eigen kans gaan. En ja, dat lijkt me eigenlijk volle beter. Ja, ja, maar hoe met mijn pleets eigenlijk, Wiep? Want ja, eigenlijk, Pieter is nou intussen echt een grutte ja, renner. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ik vind het een fantastische renner. Het mooie van Pieter vind ik dat op het moment dat hij gaat, dan, ja, het zal niet altijd lukken. Maar je weet dat het een goede keuze is geweest. He, wat je bijvoorbeeld bij Johnny Hoogland nog wel hebt. Die gaat gewoon heel vaak en dan zit je te kijken thuis en dan denk je, nou, dit wordt hem niet, Johnny. Ik heb waardering voor je vechtlust, maar Pieter is gewoon veel slimmer. Dus dat is, ja, door omstandigheden wordt het hem natuurlijk niet altijd. Het is niet 100% scoren. Maar als die gaat, dan bij deze wist ik ook dit. Dit is kat in het bakje, dus ja, fantastische renner. En dus, we kennen het even zelfs eigenlijk bij het Grote Publiek in 2004. Hè? We zitten dat net op een ijsje letten, de E-Tour-winning in Van Schiermeer. Maar ja, zit er toen nog eens een keer rieden? Ja, daar komt hier. Ik weet het, ik kan het net maar 100% zeker zeggen. Maar ik ging in ieder geval volgend jaar ging weg van de Giro. En, maar misschien de Tour, het is nou in Nederland. Hè? De stad Tour is in Utrecht, lekker dichtbij. Het is zeker mogelijk dat volgend jaar dat ik ze beide doe. Maar daar is verder nog niks over kwatsluiten. Dus, maar die kans is wel aanwezig. Ja, want het is altijd zo. Ik wil eigenlijk toch wel heel graag etappes winnen in de treien grutte rondes. Ja. Ja, daar zit er nog in Iepen, hè? De Vuelta. Ja, het is, de Vuelta is eigenlijk altijd een periode in het jaar dat het... Ja, dan ben ik net altijd op mijn beste, zeg maar. Mijn beste pieken is altijd heel vaak april, maai. Ja, en als ik dan een Tour rijden zou, dan is sowieso geen Vuelta. En bij deze ploeg ben ik gewoon een hele belangrijke renner voor die Canadese wedstrijden. En daar scoren we dit hier gewoon 100%. Maar hij zegt zelf wat te seizoen of ben je gewoon oerleveren onder de ploeg? Nee, ik had zelf wel wat te seizoen, maar ik weet van mezelf dat die Canadese wedstrijden dat in principe beter lezen. En dat kan gewoon meer dwaan. En Vuelta is toch op een of andere manier, dus dat denk ik de grutte ronde die me het minste leidt. Het is fierst gecontroleerd. Is dat misschien de reden dat ze dit hier net rieden heeft? Nou ja, dit hier de reden voor de Vuelta is omdat Gerrans Union had dat er 100% wie in Canada. En die vroeg het gewoon van, of ja, de ploegleiding, die zei gewoon van ja, dan zou je dit hier wel, Gerrans die is 100% in de kleer van en doe je mij en je zet hem in de finale al. En dit hier wie dat was. Maar ja, dat is ik, en bij deze ploeg weten ze gewoon welke renners goed binnen van te passen. En daar haal je prutten succes mee. En als Noordrenner van onze ploeg wint, dan ben ik daar bijna lieke blij mee. Dus, dus voor mij is dat net echt een probleem. Het is wel echt een collectief, hè? Ja. Tenminste, dat straalt het altijd uit naar buiten. Iedereen werkt het vaak hoor, iedereen weet zijn plak. Dat zit wel goed in elkaar volgens mij. Ja, toen ze in mij begon, als ik echt zoen naar de karakters van de renners. En ben ploeg die had die renners en die zeiden van ja, die had verleden die 15 wedstrijden won, die had het voor die 4 won. Nou, en gooi ze binnenwander, dat wil net zeggen dat het een groot succes werd. Toen was dezelfde karaktereigenschappen als een beetje binnenwander vinden. Het is ook wel de Australische, het volk daar, dat lijkt me op zich ik wel. Het is, ben geen zeurders, dus het ben hutte werkers en ja kleren. Dat is toch ook, dat ben die harkiet nek. Nou ja, kleren, nee, maar het is net, hier zitten ze net raar te zien dat er in een ontbijtbox, nou, dat hadden ze dan in fietsen, zes maar voor het ontbijt, dat er bijvoorbeeld geen pindakaas in zit. Nou ja, kleren, dat wil je spreken, nee, ja. Ik neem maar wat, maar... het is gewoon, de ploeg die had dat goed in, maar renners uit zieken en als je een mooie ploeg maken. Ja. Hoe lang is het nog terug eigenlijk? Want dan ben je nou 32? Ik ben 33. Hoe lang kun je nog terug? Ja, gemiddelde wat een renner, gemiddelde van nou is ongeveer 4, 36, denk ik, zo'n 30. Oké, dus eerst nog Fjouwer hier terug en dan is het weer de Tour. Ik weet het niet. Mooi nice. Ja, dan ben je nog Fjouwer hier terug en dan is de Tour, dat is toch prachtig? Ten eerste mas elke keer een contractje verzien en daar leidt dat ik gewoon hoe lang als renner blue assist. Maar ja, het gaat nou toch nog goed, dus ik kan een contract van hier. Dus. Waar weet. En dan, dan wellicht verlengen. Jongens, even wat doors, want alle weekend gaan we ook op een site bij een amateurploeg ergens in Friesland. En Juurt, is dat de Grutte Pier? En dat is een rugbyclub uit jou. Ooit van je het? Grutte Pier? Ja, Grutte Pier wel, maar de rugbyclub niet. Oké, nou, die komt nou. Oké. Je hebt een interview gehad met die grote man, hè? Heb je ook nog eens een heren, Sjoen? De heren van jouw Lemke? Nee.
Die heeft van die hele dikke bloemkool in. Ja. En als de vaseline op je neer dost, in de scrum, dan heeft dat minder wrijving. Dus dan zit het steeds net zo dubbel. En, en daarom crackers boxes. What TV show is this or what is it for? Yeah. Yeah, I love the sport. I mean, it's better than football. I'm a big guy, so generally I'm not the best on the football field, but I'm pretty good on the rugby field. Het wordt spannend. Ik ben een fysieke man. Mooi, hè? Hier krijg je toch zin in, hè? In het veld te staan. Deel uit te maken van het team. Dus ja, dat kriebelt altijd. Vroeger was het zo, als je groot was, dan kon je in een scrum staan. Want het was een veel langzamer spel. Het spel is in de loop der jaren sneller gemaakt, regels zijn aangepast enzovoort. Dus je hebt nu eigenlijk over de hele lijn vrij snelle jongens nodig. Je moet goed kunnen tackelen, je moet niet bang zijn. Ja, dat zijn allemaal aspecten. Daniel, come on! Eén ding, jongens, ja? Iedereen die zegt dat er straks een Zumba komt. Wat is een Zumba? Dat krijg je als je voor het eerst een draai drukt. En de dames hebben dat gelukkig niet, maar het komt erop neer dat je in je blote pielemuis staat. En dan wordt... Ja, dat is gewoon een heel ritueel omdat je eerst een draai drukt en dan word je leuter met alles erbij, wordt in het bier gedoopt en daarna moet je het achterover tikken. Een halve liter. This match just... Young boy became a man. He became a rugby man. By scoring a try for this team. Higher than the highest mountain. Deeper than the deepest sea. Is he a woman? Yes! 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 Ja, de John Boy became a man. Prachtig verhaal van de Grutte Pier. Ja. Wiep, de beste sportjournalist. En, ja. En dat wielstel eigenlijk een opleiding Hoorn heeft als bedrijfseconoom. Klopt, ja. Van waar die oerstap? Ja, ik heb toch voor mijn passie gekozen. En het ging prima in het zakenleven, maar mijn hart lag er niet echt. En dan moet je op tijd moet je wat anders gaan doen. Ja, en dan is de verskate boeken en als kreun. En ja. Die laatste boek is dus nou... Brigadier Kodak neemt een foto. Een ja. verzameling van het fietsverhaal onhoorn van iconische sportfoto's. Ja. En we pikken er even een verhaal uit. En dat gaat over de Spanjaard Luis Ocaña. Ja, klopt. Wat is het verhaal met hem? Luis Ocaña was een geweldige renner uit eind jaren 60, begin jaren 70. En hij zou eigenlijk Merckx van de troon stoten. Merckx had net twee keer de Giro gewonnen, twee keer de Tour achter elkaar. Dus die won alles op dat moment, dus ook alle klassiekers. En was onaantastbaar. En er was één man die durfde er tegen hem op te nemen. Dat was Luis Ocaña. En dan hebben we het ook in Jochen Jensson, in de Tour de France. Ja, hij had in 69 en 70 had hij nog pech gehad in de Tour de France. Maar in 71 was hij heel sterk. En toen heeft hij Merckx aangevallen. En die reed hem door verschillende demarages op 7,5 minuut.
In het algemeen klassement? Ja, ja, dus en Merckx had de strijd al opgegeven. Die had tegen zijn Nederlandse ploegmaat Rini Wachtmans gezegd van nou, kansloos. Ook kan juist gewoon sterker. Stop even. Want dan was het even een stukje van lezen van die boek. Maar nu weer op het moment kwam dat het eigenlijk misgaat. Ja, hij rijdt in het geel. En dan eigenlijk hoeft hij de Tour alleen maar uit te rijden om te winnen. En dan gaat het mis op een stormachtige, regenachtige dag tijdens een afdaling. Wij luisteren. De nummer 2 van de Tour van 1970, dat is Joop Zoetemelk, had geregeld geremd met een voet op het asfalt om snelheid te minderen. Dat deed Zoetemelk nu ook om niet onderuit te gaan, want zijn voorband was plat. Het zicht was heel slecht. Hij passeerde de rotswand die Merckx had aangetikt. Achter het uitstekende stuk gesteente dook in de stromende regen plots een renner op. Het was Luis Ocaña, die net weer op zijn fiets wilde klimmen. Hij was net gevallen. Joop Zoetemelk herkende hem aan het geel in zijn trui. Het gat tussen de twee was nog maar een paar meter en wat hij ook stuurde, hij gleed in de spekgladde bocht recht op de Spanjaard af. De twee knalden hard op elkaar. Zoetemelk raakte Ocaña in het middenrif en op zijn borst. En toen weer het oer van Ocaña? Toen was het voorbij, want die foto die daarbij hoort, ik geloof dat we hem net gezien hebben. Dan ligt hij verslagen, zeg maar, in de viezigheid, in een geultje. Daar was hij zelf ingegleden, maar wat een renner instinctief doet, is onmiddellijk naar zijn fiets grijpen en weer door in de stromende regen. Maar terwijl hij aan het opkrabbelen was, kwam Zoetemelk, die ook dicht in het klassement stond, kwam erachteraan. En het regende zo hard dat de jongens, laten we zeggen, 10, 20 meter konden zien. Ja. En er was ook geen sturing meer aan. Het was gewoon noodweer. En Zoetemelk reed dus vol op Ocaña. En die klap die heeft ervoor gezorgd dat hij uiteindelijk met de helikopter naar een ziekenhuis is gebracht. Einde tour. Ja, kist het verhaal van Luis Ocaña? Koest het? Nee, dat is de eerste keer dat ik het jaar. Koest de renner vol? Ocaña? Van Damme kreeg ik het vol. Maar toen dit gebeurde, misschien niet later, ben ik pas geboren. Dus ik had hier weinig van mij kregen. Nee, dat begrijp ik. Ik was ook pas 3. Maar die hele romantische vieze van Schroen, het is gewoon een valpartij. En daar heeft een hekel om valpartijen. Kan ik me zo vaststellen? Ja, ik denk dat ik het niet dat mooi vind. Nee, die hele romantische vieze van om Schroen van zo'n valpartij. Wat vies er eigenlijk van? Ja, je had een mooi inwoner zetten, maar op dat moment als de renner bliksem, dan was dat net echt een denken natuurlijk. Zonde. Ja, want toen was 4 keer trouwens de Tour in en ben je geen enkele keer vol, hè? Nee, dat is... Maar je bent een unicum. Het eikenhout. Dus ik ben vrij gelukkig met mijn prijzen, maar aan de andere kant in het Giro tel ik elke keer 12 valpartijen minimaal, dus dan maak ik het even goed. Ja. Maar Wiep, het verhaal van Ocaña, dat de tragiek, dat spreekt hij echt om? Wat het mooie is van dit boek en van de verhalen, is dat je pakt een iconische wielerfoto en je gaat kijken wat daarvoor is gebeurd en wat daarna gebeurt. En even staat de tijd natuurlijk stil als je een foto neemt. En dat verhaal erachter maakt het zo mooi. Want zijn hele leven, dit was natuurlijk een dramatische, tragische dag. Maar heel zijn leven verliep heel tragisch. Hij kwam uit een heel arm gezin uit Spanje. Groeide op in armoede. Toen ze naar Frankrijk verhuisden, ging het allemaal iets beter. Maar hij had vaak valpartijen, was vaak ziek. Allerlei ernstige ziektes. Hij had zelfs de kwaad in. Ja, en later nog een zwaar auto-ongeluk. En uiteindelijk heeft hij ook zelfmoord gepleegd. Door op een dag, terwijl zijn wijngaard ook al failliet was, alles ging mis bij hem, heeft hij zich door zijn hoofd geschoten. Dus dat is niet, ik schrijf het niet op omdat ik het zo mooi vind, maar het is wel een heel bijzonder verhaal van een geweldige renner. Want hij won uiteindelijk de Tour in 1973 en heeft ook wel eens de Giro gewonnen. Het was een geweldige coureur. En ik denk dat als hij niet gevallen was die dag, de dag waar ik over schrijf, dat hij Merckx dus van de troon had gestoten en dat Merckx niet zo groot was geworden als dat hij uiteindelijk geworden is. Hij had dus twee keer de Tour gewonnen. En dit werd dus de derde keer, omdat Ocaña viel. En vervolgens kwam er nog een vierde en een vijfde keer. En volgens mij was dat niet gebeurd als Ocaña gewoon was blijven zitten. Ja, het is een prachtig verhaal. Ik had zelf ook lezen. Dankjewel. Is dit verhaal trouwens exemplarisch van die hele boek? Ja, dit is wel een heel, heel dramatisch verhaal, maar er zitten er wel meer tussen. Op de voorkant van het boek is bijvoorbeeld de valpartij tijdens de sprint in de Tour van 1994. Misschien dat mensen dat nog weten, dat er een politieagent die wil een foto maken. En die gaat zeg maar in de rijrichting staan en die wordt geraakt door Wilfried Nelissen. Die met de kop naar beneden vol aan het sprint is en die agent dus vol raakt. En dat moment, die staat die foto is daar exemplarisch voor. Dat moment verandert gewoon carrières. Want Wilfried Nelissen komt nooit meer terug op niveau.
De ploeg Post had alles om deze renner, deze sprinter heen gebouwd. Hij had dus geen klassementsrijders meegenomen, alleen maar een sprinter en zijn helpers. En die kon meteen naar huis. Dit was de tweede of de derde etappe van die Tour. En vervolgens kreeg Peter Post nooit meer een sponsor. Dus het was ook het einde van de ploeg Post. En de andere man die zwaar gehavend uit de strijd kwam was Jalabert. En Jalabert die zit uiteindelijk dus op dat wegdek met bloed wat naar beneden stroomt. En zijn vrouw die zit thuis televisie te kijken, die ziet dat. En die zegt op het moment dat hij terugkomt uit het ziekenhuis. Jij gaat nooit meer, je begeeft je nooit meer in een sprint, want anders dan ga ik van je scheiden. Dus Jalabert is van sprinter daarna een complete renner geworden. Hè. Hij ging etappes winnen, heeft tweemaal het bergklassement gewonnen. Dus de sprinter veranderde door die dag. Dus dat, ja, dat vind ik geweldig om te schrijven. Ja, prachtige verhalen. Heel interessant. En maar hopen dat Stoon nooit in zijn boekje te lonen komt dan, Pieter. Nou, het lijkt de Hof was een valpartij. Dat was ook zo'n verhaal. Het lijkt nu of het allemaal valpartijen zijn. Maar er zijn ook zeg maar, de sprint van Dekker in de Ronde van Vlaanderen. Die net tekort komt. Hè. En, jij was net voor Kleude in 2005. Het zou best een verhaal kunnen zijn van Pieter Wening wat erin past. Ja. Maar wat ik wel doe is, er moet wel een beetje tijd tussen het gebeuren en het verhaal zitten. Het meest moderne verhaal voor mij in dit boek is het 2004 dat Tristan Hofman net niet Parijs-Roubaix wint. Dus misschien dat ik over een jaar of vijf wel Pieter bel. Ja, maar is er dan een verhaal waarvan je nu al denkt van die afgelopen jaren, waarvoor het nu misschien nog te vroeg is, maar waarvan jij denkt van dat ga ik schrijven over een paar jaar? Is er eentje die eruit springt? Nee, ik heb hem nog niet zo staan. Maar dan moet je. Ik denk dat ik zelf ook de tijd moet nemen om weer even terug te kijken. En dat je denkt van dramatische gebeurtenis of een overwinning waar iemand eigenlijk heel zijn leven op wacht. Hè? Ik bedoel, Chris Horner zou dat bij wijze van spreken kunnen zijn. Hè? Die heeft natuurlijk niet zoveel gewonnen in zijn carrière. En die moet 42 worden om een grote prijs te winnen. Dat zou kunnen. Als daar een foto bij past. Waar het verhaal aan opgehangen kan worden, dan zou het prima kunnen. Ja, Brigadier Kodak neemt een foto. Wanneer laat je dit in de winkel? Woensdag over een week. Woensdag, waar is je Oerenieke? 20 november. 20 november. We moeten er even een plakmaatje, jongens, want we hebben het spielerspaspoort. Het spielerspaspoort is speciaal van Pieter Wening. Deze week het fietserspaspoort. Maar de vraag bloot hetzelfde. Waar bin dit? Is het A, Tom Jelte Slachter en Liewe Westra? Is het B, Nicky Terpstra en Bauke Mollema? Of denk je het is C, er is hier weer Pieter Wening en Bram Tankink? Mail je antwoord van waar je naar bien@omroepfriesland.nl. Man. Ja, voor de oplettende jogger, het is net antwoord C. Hè? En wat kun je winnen? Het originele shirt van Orica Greenedge van Pieter Wening. En kan daarnaast nog een handtekening op, Pieter? Ja, de mama. Ja, toch? Hartstikke mooi. En de winnaar van Vlienwieke, die zit nu onder in beeld. En dat is Liewe Nijboer uit Jestermar. En hij wint 2 kaartjes voor de wedstrijd Jereveen Go Ahead Eagles. Want er wordt dit weekend dus ook weer voetballen. Jereveen en Cambuur komen beide in actie. En die wedstrijd is zelfs ook weer live te volgen bij ons op de radio. Sneuntioen. Om 7:15 dan speelt Jereveen tussen de Go Ahead Eagles. Ik dacht er zelf het radioverslag en snijdt een beetje om Jelwe in. Dan begint in het Cambuurstadion de wedstrijd Cambuur-Ajax. En daardoor Geert van Tuin het commentaar op de radio. Ja, Gerard, opvallend vriend Wieke. Maar je even de switch naar het voetbal. Wie verzelfs de uitspraak van Henk de Jong. We moeten ophoren met het op hand dragen van Ajax. We zijn vissen te leven, we moeten erop knallen. Zo kan je dat ik van, Snijn? Ja, dat mag je wel aannemen als ze dat zo aankondigen. Maar het weer natuurlijk, om wat teweeg te brengen. Hè? In de zin van erop klappen van dat zal je in de eerste kop uitdelen, Matta. Maar hij vindt dat hij een statement maakt, moest. Dat naar aanleiding van de wedstrijd in Feyenoord. En hield het dan alleen nog voor de spelers of eigenlijk voor de hele organisatie? Nee, voor de hele organisatie. Want ik bedoel, het is toch bijzonder dat zo'n club dan langskomt, zoals Feyenoord toen. Dat wie vorig jaar bijzonder als promovendus en zo. Maar je bent nu 2e jaar ben je in de Eredivisie. Dan moet je ook wat meer dat zelfbewustzijn, wat zeker Sjaan heeft op basis van het spul en de resultaten. Ja, dan moet je ze ik net op handen dragen, is wat hij bedoelt te zeggen. En dan, hij hier het gevoel dat het zijn Feyenoord wordt wat weer. Nou ja, dat wil hij nou voorkomen natuurlijk. Dus, ja. Snap je dat? Want jij bent nu in Amsterdam? Ja, zeker. Ik woon in Amsterdam, maar ik ben Feyenoorder. Dus ik vond het vorige keer niet zo heel erg. Maar ik hoop dat ze er nu zondag wel opgaan. Ja. En ik zou er gebruik van maken als coach.
Want ze hebben net natuurlijk Europa Cup achter de rug. Hè. Het ene moment speel je goed en lijkt Cambuur een makkelijke tegenstander. Het andere moment speel je tegen Messi en Neymar. En kom je toch een beetje gefrustreerd de kleedkamer uit. Dus ja, beide momenten kan je gewoon gebruik van maken. Ja. En zo heb ik de meis in mijn scheidsrechter. Want dat zal Henk de Jong nooit naar boeten thuis zitten. Maar dat heeft het natuurlijk wel met meis, want het is in ons haar. Altijd dat je een Leedse club hebt, zien een grote. Dan bij twijfel is het net altijd, maar dat vind ik wel een beetje Calimero gedrag, Gerard Bos. Nee, maar dat is gewoon. Uit die van eigen kracht, nee, toch? Nee, jazeker. Alleen dat bij twijfel is het wel vaak zo. Want je ziet het van de week bij Ajax en Barcelona. Dan zitten ze bij Ajax, zitten ze juist wel wat ongeskeerd erachter. Ja. Van ja, maar het grote Barcelona. Nou, dat is precies hoe het Cambuur zien hoe Ajax. Nog even heel kwaad, Gerard. Had Cambuur kongstje in Ajax? Ja, zeker. Ja? Ja, ze hebben ook kans. Dat ze hun eigen spul spelen en wat meer, wat brutaler binnen dan zijn Feyenoord. Oké. Okay. Nou, we hopen het alle hier. Heren, tiengedank. Koop allemaal meestal het boek van dat prachtig boek. Pieter, heel soort succes. Tak hem hier dus de Tour de France. Okay. Of dit wie Bien van nou, ons Xavier Manje, dat ben we weer. Waar weet Ontan van nou in elk geval nog een heel goed weekend. Dag. Oh, Pieter. Oh ja, kan weer Ajax 2-1. Bien Sport, waar het mij mogelijk maken door Friesland Lease.